Ik denk dat het uh, voor aandeelhouders uh, wel interessant kan zijn, omdat zij natuurlijk onafhankelijke bestuurders moeten hebben. En uh, ja, het feit dat een bestuurder, uh, een commissaris bijvoorbeeld, heel veel vergoeding krijgt, kan zijn onafhankelijkheid mogelijk in gedrang brengen. Dus het is misschien wel interessant voor de volgende aandeelhoudersvergadering om die. Commissarisvergoedingen kritisch uh, onder de loep te nemen. Als ze te verantwoorden zijn, kunnen ze perfect blijven bestaan, maar als er een aantal eigenaardigheden zijn, kan men het misschien kritisch uh, herbekijken. Het onderzoek neemt de beloning van bestuurders kritisch onder de loep en ook de rol van commissarissen daarin. We stelden vast eigenlijk in de Code Tappexblad blad dat er weinig richtlijnen bestaan rond commissarisvergoedingen. Daar wordt wel gesteld dat dit niet verband mag houden met prestatie, maar heel weinig over de hoogte van de commissarisvergoeding. En in de eerste fase van het onderzoek willen we vooral kijken naar kunnen we die hoogte verklaren en is er een deel dat niet te verklaren valt. Dat deel dat niet te verklaren valt, is dat dan gelinkt tot CEO-beloning? En we stellen vast dat dit het geval is. Dus een hogere commissarisvergoeding, een onverklaarbaar hoge commissarisvergoeding, leidt tot meer CEO-beloning. Nu is dat een probleem, ja of nee? Daarom doen we een tweede fase in het onderzoek. Waarin we kijken of dat stukje dat we te veel geven aan de CEO door toedoen van een hoge commissarisvergoeding, of dat gelinkt is met toekomstige prestatie. En uit het onderzoek blijkt dat wanneer uh, de CEO meer krijgt um, door toedoen van een hoge commissarisvergoeding, de toekomstige prestatie achteruit gaat. En daar vermoeden wij van dat het wijst op een vorm van een inefficiënt toezicht. Dat zou betekenen dat de kool en Tabaksblad aangescherpt moet worden? Ja, de code tabaksblad is inderdaad uh, vrij karig over de hoogte van de commissarisvergoeding. Um, hij mag niet afhangen van prestatie, wat logisch is, want de uh, commissaris moet onafhankelijk kunnen handelen. Dus dat is eigenlijk al een positief pluspunt. Um, hij mag ook geen aandelen hebben. Maar de hoogte daarvan, daar zou misschien ook best practice adviezen kunnen komen. Bijvoorbeeld een commissaris van een groot bedrijf mag inderdaad meer vergoeding krijgen. Uh, een commissaris met meer verantwoordelijkheden, de bestuursvoorzitter bijvoorbeeld, uh, de voorzitter van de raad van commissarissen, krijgt die nu meer? Oké, okay, ja, dat is ook te veranderen, want zijn taak is ruimer. Dus ik zie een aantal best practice adviezen die ik nu mis in de Code tabaksblad. En dat denk ik dat uh, relevant kan zijn. Het um, onderzoek heeft uh, wat stof doen oplaaien in de media, uh, omdat het uh, onderzoek betreft over de AIX-bedrijven. Uh, uh, wat voor dataset heb je gebruikt? Ja, De dataset is inderdaad zo goed als uh, de volledige AIX-range, um, met een 81 Nederlands beursgenoteerde bedrijven, die we twee jaar volgen om een voldoende grote sample te hebben. En um, ja, Het blijkt dat zowel bij de grote als bij de kleinere bedrijven. Uh, soms excessen voorkomen. Dus uh, het is dus eigenlijk gebaseerd op het grote deel AIX-onderzoek. AX een aantal bedrijven misten we nog data van en die zijn dan ook niet meegenomen in de sample. Maar je wil geen uh, namen van bedrijven noemen, want het is een risico van uh, misinterpretatie van cijfers. Ja, het, 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 het nadeel van het onderzoek, en dat wil ik duidelijk aanstippen, is dat het werkt met schattingen. We kunnen enkel op basis van publieke data de beloning gaan controleren voor een aantal factoren. Um, dan zien we een stukje dat we niet kunnen verklaren. Dat kan met een reden gegeven zijn door een bedrijf, maar die reden die kan ik nooit achterhalen, tenzij ik het bedrijf zelf ga interviewen. En dat wordt moeilijk, want ze gaan nooit toegeven dat ze iets gegeven hebben zonder dat het eigenlijk beoogt prestatieverbetering. Dus dan kan ik enkel op basis van een schatting zeggen, oké, okay, hier is misschien iets mis, en kijk, dat is negatief voor bedrijfsresultaat.